Onderzoeken naar iemands cultureel erfgoed en verleden is belangrijk voor elke generatie en beter begrip voor elk cultureel aspect. Dit zegt Daryl Geldorp, artistieke leider Nax Wanrutu, aan onze redactie. De organisatie Nax organiseert de eerste Afro-Surinaamse dansconferentie om betere invulling te geven aan kennisdeling over het cultureel erfgoed verleden. Tijdens de conferentie zullen verschillende cultuuraspecten worden belicht vanuit diverse perspectieven. Geldorp zegt dat deze conferentie moet dienen als een hulpmiddel voor het beter begrijpen van de cultuur. We hebben dingen als Kanga, Banya, Laku, Susa, Baji, hoor je ook niet zoveel meer. Dus vandaar het idee om de conferentie te doen, zodat men meer weet over deze dansstijlen. Het is een conferentie niet alleen voor dansliefhebbers, maar ook voor wetenschappers, mensen die van geschiedenis houden, mensen die een onderwerp willen hebben over geschiedenis, dansgeografen, dus vandaar. De artistieke leider merkt op dat het blijven organiseren van zulke activiteiten kennis over de Afro-Surinaamse cultuur in leven houdt. En we doen ook dingen gerelateerd aan dans. Bijvoorbeeld, er is ook een lesson demonstration over Afro-Surinaamse zang. Want het hoort bij dans. Het is onlosmakelijk van dans. Je hebt ook een lecture en demonstration over apinti drong. Want die drie vormen samen een geheel. De drongs, de musang en dans. Want ze zijn bij elkaar. Dus zulke activiteiten zullen ervoor zorgen dat de dans in stand blijft, dat het niet vergeten wordt. Geldorp besluit met de oproep voor het blijven onderzoeken van elke vorm van cultureel erfgoedgeschiedenis. Het niet verloren doen gaan hiervan is belangrijk voor elke Surinamer, ongeacht je cultuur, aldus Geldorp.